Ahmed Abu Talib heeft zijn onmenselijkheid getoond. En een burgemeester moet leiding durven geven, moet laten zien, ik zweeg niet voor terreur. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, welke vlag ging er toen op het stadhuis? En is er één iemand die daar protest tegenaan heeft getekend? Maar nu er een Israëlische vlag komt, kan het niet. Dan zwicht je dus voor terreur. Maar dat zeg ik altijd, je kent de definitie van een antisemiet, hè? Iemand die een overdreven hekel heeft aan Joden. Maar is dit voor jou heel persoonlijk, Frits? Ja, voor mij heel persoonlijk, ja. Ja, ik voel me echt in de steek gelaten, ja. Dan moet je geen bestuurder worden, dan moet je zeggen, ik word meeloper. Vond gisteravond Johan Derksen bij Vandaag Insight, die gewoon aan het begin van de uitzending zegt letterlijk zoiets van, de Joden hebben er zelf om gevraagd. Over ja, de Joden, ja. Dus dat is mijn kleinzoon. De Joden, dat zeggen wel, het is ook een oud mopje, het is de schuld van de Joden, de fietsers. En dan zeggen ze, waarom de fietsers? En dat voel ik gisteren bij Johan Derksen met deze opmerking. Het zijn de Joden weer. Nou, dat is altijd wel. Hij dat? Jij kent hem, neem ik aan. Nee, ik ken hem gelukkig bijna niet. Maar hoe kijk jij naar zo'n uitspraak? Dat is een duidelijk voorbeeld van antisemitisme. Het zijn de Joden. Het zijn niet de Israëliërs. Plots, nu zijn we ineens de Joden. Dat is een vorm van antisemitisme. Wat, de Joden, wat heb ik daarmee? Ik bedoel, ik verdedig het, maar ik woon hier. Ze zijn zelf inherent intolerant ten opzichte van andersdenkenden. Maar ze claimen wel de vrijheid die onze samenleving heeft. Fluistercampagne, foldertekst, framing, spindokters, poppetjes, politieke spelletjes. Niets is zo ondoorzichtig als een verkiezingscampagne. Maar wat zie je als je door de campagne heen kijkt? Als je de folderteksten afpelt en naar de kern gaat? Wat zou je als kiezer echt moeten weten om je stem te kunnen bepalen? Marianne Zwageman en Ton F. van Dijk helpen je op weg naar de verkiezingen. We kijken ver weg van het Binnenhof, dwars door de campagne heen. Ik zit in Amstelveen, Ton, samen met Frits Barend. Die is net terug uit Argentinië. Want wij wilden natuurlijk dwars door de verkiezingscampagne heen gaan kijken de komende weken. Dit is de eerste aflevering van onze podcast. En ineens was de hele wereld, het hele speelveld veranderd sinds zaterdag. Ton, ik zag jou twitteren, dit is de 9-11 van Israël. Ja, absoluut. Ik moest terugdenken aan het echte 9-11. Hè. Dat kan ik me nog goed herinneren. Toen was ik op het Mediapark in Hilversum. En toen vloog dat vliegtuig erin. En toen dat tweede vliegtuig. En toen realiseerde iedereen zich van hier is echt iets groots aan de gang. En ik was toen verantwoordelijk voor de tv-programmering. Dus moest ook van allerlei dingen doen. Maar dat kan ik me goed herinneren. En ik had bij dit onmiddellijk het gevoel van ja, dit is ook een soort 9-11. En dit gaat ook een grote verandering teweeg brengen die misschien wel over 10, 20 jaar waar de gevolgen nog steeds van te merken zijn. Voelde jij hem net zo binnenkomen als de 9-11 toen? Nou, in eerste instantie misschien niet, hè, want een vliegtuig dat in zo'n grote toren vliegt met mensen erin, dat is wel een heel indringend beeld. Maar al heel snel kwamen en dat is natuurlijk nieuw aan deze tijd. Hè, dat je, als er een oorlog is, zie je dus die social media filmpjes over verschijnen. Iedereen heeft een telefoon. Dus tegenwoordig worden ook oorlogsmisdaden bijna live uitgezonden via de social media. Toen ik een paar van dat soort filmpjes had gezien, toen was ik wel helemaal doordrongen van de ernst van deze situatie. Ja, was ik ook echt geschokt. Voel jij hem als 9-11, Frank? Ja, ik kan die vergelijking geheel plaatsen. Ik had het ook een soort 9-11 gevoel. Dit gaat de wereld veranderen. Er is een voor en na de aanslag zaterdag. Ik ben dat met Ton eens. Ik had ook een gevoel van, dit verandert de wereld op een hele ongelofelijke wijze. Is het erg als ik het niet zo voelde? Dat is erg, ja. Ja, dan ben ik benieuwd waarom niet. Ik had het wel heel erg met de Bataclan. Ja. Toen dacht ik echt, toen voelde ik ook echt de angst in mijn lijf, zeg maar. Ja. Nu moet ik ook wel zeggen, als verzachte omstandigheid, ik was aan het verhuizen, dus dan heb je ook wat anders aan je hoofd. En toen het eenmaal begon door te dringen wat er gaande was, een vriendin die mij aan het helpen was met verhuizen, die heeft nog niet zo lang geleden een paar weken in Tel Aviv gezeten. Dus die zat met haar neus in haar telefoon. Ja. En als je binnen Den Haag verhuist, wat ik deed, dan heette je verhuizers Ahmed en Ismaël. Ja, ja. Dus daar liepen jongens van begin 20 door mijn huis te rennen. En ik dacht, ja, die kijken hier dus waarschijnlijk heel anders naar. Niet dat we het nou per se over hebben gehad. Maar ik weet nog wel toen 9-11, jij zat op het Mediapark, Ton. En ik stond toevallig net op dat moment, niet dat ik daar nou elke dag stond, naast de toenmalige hoofdredacteur van de Telegraaf, Johan Oldekalter. En toen dat tweede vliegtuig die toren inging. En toen zei Johan Oldekalter, dit is het begin van de Derde Wereldoorlog. En dat vond ik heel chilling. En ik heb steeds vaker het gevoel dat hij gelijk had. En dat we hier later op terug gaan kijken. Toen is het misschien wel echt begonnen.
Het is niet de derde wereldoorlog geworden, laten we wel zijn. Maar misschien is hij nog altijd in opbouw en maar, is dit de volgende slag. We hebben zoveel oorlog op dit moment. Dat wij spreken een derde wereldoorlog. Als je ziet op hoeveel plekken op dit moment zware conflicten worden uitgevochten. Je hoeft maar 1500 kilometer hier vandaan te kijken. En dat doen we ook geen wereldoorlog. En ook in Afrika voeren op dit moment worden oorlogen gevoerd. En ik zeg, ik ben net terug uit Zuid-Amerika. En in Argentinië zijn zelfs de dood wat er gebeurt na de verkiezingen. Dus wat dat betreft leven in een permanente staat, leven een heleboel landen in een permanente stand van oorlog, zonder dat er echt sprake is van oorlog. Ja, er is een groot aantal regionale oorlogen met de potentie om zeg maar echt uit te breiden tot mondiale conflicten. En dat is het angstige aan deze tijd, moet ik zeggen. Vind jij, Tom, wij zouden vandaag starten met onze verkiezingspodcast? Ik dacht al meteen, hey, daar is Dylan Jezilgus, die voorheen in de campagne nog niet zo zichtbaar was. En ineens zit ze in een soort van staatsvrouwmodus nu wel in alle media. Ik vind overigens dat ze dat heel goed doet. Ja. Dus ik dacht, hey, er gaat iets veranderen nu. Kunnen wij het al hebben over het effect op de Nederlandse verkiezingen? Of is dat cynisch als er nog gewoon mensen gegijzeld zijn op dit moment in de Gazastrook vastzitten en daar de bommen op de ook gewoon voornamelijk onschuldige burgers vallen, waarschijnlijk aan twee kanten? Het is wel natuurlijk moeilijk om zeg maar nu te gaan hebben over de race in Nederland. Als er zoiets groots gebeurt in de wereld waarbij mensen zo op dit moment onder water staan en vechten voor hun leven. Want dat is er aan de gang. Ja. Maar dat het effect zal hebben op de Nederlandse politiek en ook op de Nederlandse verkiezingen mogelijk. Ja, dat lijkt mij toch wel een redelijke kans. Zeker als dit conflict de komende maanden tijdens de verkiezingscampagne doorzet. En als je ook ziet wat er nu in Nederland gebeurt. Dat mensen de ene kant enorme solidariteit voelen met Israël. Maar aan de andere kant ook de straat op gaan met de Palestijnse vlag. En de meest gekke dingen roepen. Dan kan je natuurlijk wel uittellen dat er van de politiek ook weer een antwoord gevraagd gaat worden hierop. Van wat vinden we hiervan? En dat zal dan een onderdeel worden van die verkiezingscampagne. Had jij nu al meteen het gevoel, dit is de gamechanger? Want we zeiden natuurlijk van tevoren, het is nog lang geen 22 november, er kan nog heel veel gebeuren. Dus er gebeurt waarschijnlijk wel weer iets groots in de wereld, net als Oekraïne natuurlijk ook ineens alles veranderde. Is dit hem? Nou ja, we hebben bij de vorige verkiezingen een keer gezien dat een Turkse minister naar Nederland kwam. En dat vlak voor de verkiezingen zeg maar toch wel impact had. Omdat Rutte met name de VVD daar zich hard opstelde. En dat heeft ze heel veel stemmen opgeleverd op het allerlaatste. Omdat mensen dachten, we zitten toch wel in een grote internationale wereld. En het is toch wel goed als er iemand met ervaring en die zich hard durft op te stellen daar het voor het zeggen krijgt. En dit heeft de potentie om inderdaad ook diezelfde impact te hebben op de verkiezingen. Maar ik denk dat het nog te vroeg is om dat helemaal uit te kristalliseren. Maar ik denk zeker dat het die potentie heeft, ja. Ben jij daarna, Frits? Ten eerste denk ik dat Dylan Jezilgus dit echt vanuit de hart gedaan heeft. Dus hier spreekt niet de VVD-politicus, maar de politicus zoals ik haar ook ken. Wat denk je dat? Zij spreekt vanuit haar hart. En dit kun je niet leren. En ik geloof trouwens niet meer in links en rechts. Hè. Dat heb ik al eerder gezegd. Ik geloof in menselijkheid en onmenselijkheid. En Dylan heeft hier haar menselijkheid getoond. En Ahmed Abu Talib heeft zijn onmenselijkheid getoond. En die is links. Want die heeft niet iets durven uit. Die heeft geen vlag durven ophangen. En een leider moet leiding durven geven. Ook in tijden van crisis, in tijden van conflict. Je moet het conflict... Dat zijn harde woorden aan het adres van Abu Talib. Dan moeten we dat wel eventjes een beetje analyseren. Hè? Van, hij is natuurlijk burgemeester van een hele grote stad. Ja, ja, en ja. Stel nou dat hij allemaal advies heeft gekregen. Van, misschien wel van de NCTV, van zijn eigen veiligheidsdienst. Ja. Van jongen, als jij die vlag ophangt, breken die grootschalige rellen uit. Ja. En is het dan niet ook bestuurlijk wijs om misschien te zeggen, jongens, dus, laten we in dit stadium... Dus de terreur regeert. Nou ja... De terreur regeert. Realisme. He? Kijk, als je bij Ajax Feyenoord zegt, we laten geen Feyenoord supporters komen, kan ik zeggen Allah, want dan ook kunnen er rellen ontstaan en geen Ajax supporters Rotterdam. Maar hier gaat het om politiek zeer wezenlijke zaken. En een burgemeester moet leiding durven geven, moet laten zien, ik zweeg niet voor terreur. Maar wat is de betekenis van die vlag op dat stadhuis? Dat is een betekenis dat wij, wat jij net zelf, alle woorden die jij net hier gezegd hebt, de schok die je had toen je hoorde van die aanval. Al die woorden zijn dan een steun in de rug voor al die Israëli's en al die mensen die strijden voor gelijke rechten van mensen en gelijkheid en vrijheid.
In mijn ogen. Maar Frits, hebben we dan niet gewoon een andere vlag nodig? Ik zat echt al te denken, kunnen we niet een vlag laten ontwerpen? De vlag voor de onschuldige burger? Maar wacht even. Maar, want toen ik zat niet achter een land. Nee, maar wacht even. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, welke vlag ging er toen op het stadhuis in Rotterdam? Volgens mij gele met blauw, dus dat was de Oekraïnse vlag. Ja, nou ja. Marokko werd overvallen door die overstromingen. En Turkije, wat voor vlag ging er toen? Een rode met groen. Ja. De Marokkaanse vlag. En is er één iemand die daar protest tegenaan heeft getekend? Maar nu er een Israëlische vlag komt, kan het niet. Dan zwicht je dus voor terreur. In mijn oog althans, hoor. Moet je de vlag van een land ophangen? Of gaat het hier ook... Nou, wacht even. We hebben dus 3 keer de vlag van een land opgehangen. En nu het Israël betreft gaan we de discussie aan. Ik heb die discussie nooit gehoord. Over Oekraïne heb ik nooit discussie gehoord. Moet je die vlag ophangen? Met Marokko en met Turkije en terecht, want ik stond daar ook achter, heb ik ook nooit die discussie gevoerd. Maar nu het weer Israël betreft, maar dat zeg ik altijd, je kent de definitie van een antisemiet, hè? Iemand die een overdreven hekel heeft aan Joden. Maar is dit voor jou heel persoonlijk, Frits? Ja, voor mij heel persoonlijk, ja. Ja, ik voel me echt in de steek gelaten, ja. En niet alleen door Abu Talib, want het was niet alleen in Rotterdam. Dus nee, maar goed, in Amsterdam is die wel gehangen. En ik krijg allemaal kleine gemeenten waar die hangt, in Heemstede of in Haarlem, geloof ik. Je moet, als burgemeester moet je laten zien, ik bestuur de stad en niet jij. Ongeacht de consequenties. Dan moet je geen bestuurder worden, dan moet je zeggen, ik word meeloper. En wat denk jij dat de motieven van Abu Talib zijn om het niet te doen? Ik denk dat hij het ook in zijn... Ja, ik vrees ook dat hij toch misschien wel denkt, ja... Misschien inderdaad angst voor wat er gebeurt in zijn stad. Maar daarvoor ben je burgemeester om tegenop te treden. Maar, moet je zien hoeveel politie er is bij een wedstrijd van Feyenoord. Ja. Van Ajax. Ik was laatst naar Ajax-Feyenoord. Ik heb met al die wedstrijden die 3 minuten of die 30 minuten die moesten worden uitgespeeld. Ik was daar toegelaten met als journalist. Ik geloof dat er 300 man ME stond. En ik heb al die mensen die konden, heb ik allemaal gezegd, jongens, ik geneer me dat jullie hier staan. Schandelijk. Een voetbalwedstrijd, we hebben het over. En dan nog iets overspelen zonder publiek. En toen zei ze, ja meneer, het is niet anders. We moeten hier nu eenmaal zijn. En voor elke wedstrijd van een grote wedstrijd zeg ik altijd, dank jullie wel dat jullie er zijn. Ik ben blij dat jullie er zijn, maar schande dat het nodig is. Maar ze zijn er wel. Maar Abu Talib was niet symbool. De enige, hè? Jan van Zanen heeft hem ook niet opgehangen, hè, in Den Haag. Dus dat geldt dan hetzelfde voor natuurlijk. Nou ja, maar goed, die zegt Den Haag is een internationale stad. En wat hij heeft wel iets wel opgehangen. Hij heeft toch wel iets... Hij heeft volgens mij de vlag van Den Haag half stok gehangen. Nou ja, goed, dat is al iets. Daar ben je mee akkoord? Nee, ik hoop in dit land... ik voel me nooit bedreigd als Joodse burger. Ik ben mijn hele familie kwijtgeraakt. En ik zeg altijd, mijn ouders zijn verraden door een Nederlander, gered door een Duitser. Dus daarom zeg ik altijd, ik denk niet meer in groepen. Uiteindelijk zijn ze ook ondergedoken met Nederlanders. Maar er zijn goede Nederlanders, goede Duitsers. Maar ik hoop altijd maar dat het land waarin ik leef, en ik tot nu toe voel ik me heel veilig en vrij, dat er ook in tijden van nood ik op dit land kan rekenen. En in tijden van nood is het nu. En als ik zie hoeveel berichten ik krijg van allemaal mensen in de hele wereld. Ik ga geen, nou ja, ook, en ook mijn familie in Israël krijgt ook van familie, van vrienden van mij, allemaal steunbetuigingen. En daar zijn ze dolgelukkig mee. Dat geeft ze ongelooflijke steun. En die morele steun is ook belangrijk. Mijn familie zit in de schuilkelder en is die morele steun is ontzettend prettig, kan ik je zeggen. En als je dan de morele steun uit Rotterdam krijgt, is die ook prettig. Dus wat zegt dat over het Nederlands politieke klimaat? Dat zo'n vlag niet wordt opgehangen, dat dat niet kan, kennelijk. Nou, dat zegt dat we blijkbaar bang zijn voor dat terreur mede regeert, helaas. Ik had dat nooit gedacht, eerlijk gezegd. Maar nu even de brug toch naar de campagne. Want Abu Talib doet niet mee aan de verkiezingen. Zijn partij wel, de Partij van de Arbeid. Ja. Timmermans heeft ook wat omvloerst gereageerd, hè? Heb ik niet meegekregen. Ja, Timmermans kwam gelijk volgens mij zondag met een statement. En dat was heel erg afkeuring van het geweld. Ja. Maar wat er ontbrak was eigenlijk de mededeling dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Wat bij veel anderen wel terugzag. Ja. Dat ontbrak nadrukkelijk in zijn statement. En hij is natuurlijk oud-minister van Buitenlandse Zaken, een topdiplomaat is geweest. Dus je moet er wel van uitgaan dat in zijn geval zo'n zinnetje niet zomaar ontbreekt. Daar is echt over nagedacht. En hij zit natuurlijk met het probleem dat hij leider is van zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks. En in GroenLinks weten we allemaal dat aan de linkerflank zijn er veel mensen die pro-Palestina zijn en die helemaal niet vinden dat Israël het recht heeft om terug te slaan. Of misschien moet je wel zeggen anti-Israël zijn.
Ja, misschien wel. Maar in ieder geval, die vinden dat Israël helemaal niet het recht heeft om nu zichzelf te verdedigen door de Gaza zeg maar aan te vallen. Nee, die zijn er echt. Die vinden dat Israël heeft dat recht niet. Nou ja, kennelijk is dat zo. En Timmermans die wordt nu geconfronteerd met die werkelijkheid. Dat had hij natuurlijk nooit verwacht in deze campagne. Dit probleem. Maar ja, dat deed zich wel voor. En wat we toen erachteraan zagen was dat Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, en die kwam wel met dat statement van het recht op zelfverdediging van Israël. Ja. Dus ik denk dat het afgestemd is. Hè? Dus Timmermans moest acceptabel blijven voor de foto. En Klaver kon alsnog de boodschap vertellen. Ja. Omdat hij van GroenLinks was juist dat recht bestaat. Maar dat is voor de Partij van de Arbeid en voor Timmermans, denk ik, de komende campagne kan dit een probleem worden natuurlijk. En dat zag je ook al in de reacties. Want er waren diverse mensen van GroenLinks, van zeg maar de wat linksere hoek nog, die daar heel kritisch op reageerden en diep teleurgesteld waren in hoe zeg maar de top op dit moment Israël steunt in hun ogen. Ja, ja. Ja, want je hebt natuurlijk ook bij GroenLinks zit die mevrouw met die moslimbroederschap achtergrond, hè? Wel of niet allemaal toegegeven, maar die zit daar natuurlijk heel dicht op. Dus GroenLinks zat natuurlijk eigenlijk veel meer aan die kant. Dus ook die tweet van Jesse Klaver, die kan wel eens backfiren in zijn eigen achterban, dat ze hem dat kwalijk gaan nemen. Nou ja, dat is wel het beeld, zeg maar, als je de media en de social media op dit moment volgt. Dat er inderdaad een groep is binnen GroenLinks die dit heel erg pijnlijk vindt. Dat zeg maar nu zo Israël zo openlijk wordt gesteund. Dus ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Ja. Ja. Mensen ook als Tofik Bibi, die waren daar ook heel boos over. En ook andere mensen uit de partij. Dus, ja, dit kan natuurlijk de komende maanden best wel leiden tot een soort scheuring of een afsplitsing of iets. Want ja, als mensen over dit onderwerp, het ligt kennelijk zo emotioneel voor iedereen. Je bent of voor of je bent tegen. Wat ik wel mooi vond, ik heb het Twitter vaag gelezen, even, want ik had geen goed contact in het vliegtuig. Willem-Alexander heeft volgens mij een verklaring afgegeven. Heb ik dat mis? Nee, die hebben inderdaad een verklaring afgegeven dat ze het heel erg vinden wat er gebeurt en vreselijk. En dat ze Israël volgens mij ook steunen aan Israël. Ja, nou ja. En dat is iemand die ook boven de partijen hoort te staan. En die staat dan op dit moment, staat hij ook boven de partijen door op deze manier zich te uiten. Dan zou Abu Taab het ook moeten kunnen. Ja. Dat lijkt me sowieso, ja, want bovendien is hij nog een politicus. En een politicus die ik altijd ontzettend gewaardeerd heb, die mij heel prettig overkwam. Ik heb hem ook altijd als pure Nederlander gezien. Ik heb ook nooit... Want jij denkt dat dit ook door zijn achtergrond ingegeven is? Nee, dat hij een andere afweging daarop maakt dan Gerrit Halsema? Dat wordt gesuggereerd in alle sociale media. Ik zou zijn afweging wel willen weten, ik weet het niet, want ik ben dus net terug, dus ik heb het allemaal niet heel erg goed gevolgd. En in heel veel landen is het ook veel... Hamburg, wat vond ik zo fantastisch, op de Brandenburger Tor hing de Israëlische vlag groot. Ja. Nou, ausgerechnet zeggen wij dan in Berlijn. Ausgerechnet Berlijn. Klopt, maar we zien tegelijkertijd in de hele wereld dat er op dit moment ook Palestijnen de straat op gaan. Ja, zeker, ja. En dat die geëmotioneerd zijn en hun standpunt voor het voetlicht willen brengen. Ja. En dat is ook in Nederland al gebeurd, hè. Dus we zien dat zeg maar op het moment dat er in Israël de meest gruwelijke feiten zich afspelen, waarvan je in mijn ogen alleen maar kunt zeggen, dat veroordeel ik, punt, zonder komma, zonder maar. Het is gewoon inderdaad, dat kan je niet anders dan veroordelen. Ja. En wat zie je dan? Dat in Nederland mensen zijn die hier wonen, waarschijnlijk zijn het gewoon Nederlanders, die met de Palestijnse vlag de straat op gaan en eigenlijk vieren wat daar gebeurt. Ja, vreselijk. Ja, en dan kom je op jouw vraag, Marjan, van wat heeft dit voor impact voor ons? Nou ja, het maakt ons duidelijk dat er hele verschillende waarden zijn in de Nederlandse samenleving en dat je moet afvragen of die waarden nog verenigbaar zijn. He, want je kunt best een genuanceerd standpunt hebben over de Palestijnen of over Palestina of over de Israëlische rol op de Gaza. Maar je kunt niet genuanceerd zijn over het afkeuren van dit geweld. En dat zeker niet gaan vieren in Nederland. En dat gebeurt wel. Dus er is een groep mensen die gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting die wij hier hebben, om dat standpunt te verkondigen. En dat is natuurlijk heel verwerpelijk. En je ziet het ook, bijvoorbeeld gisteravond Johan Derksen bij Vandaag Insight, die gewoon aan het begin van de uitzending zegt, letterlijk zoiets van, de Joden hebben er zelf om gevraagd. Dus dat zei hij letterlijk. Ja, de Joden had hij het over. Ja, de Joden. Dus dat is mijn kleinzoon.
Ja, de Joden. Dat is gewoon, zeg maar, ja. Dat zijn alle mensen die dit. Ook de slachtoffers zijn ook allemaal ja. Joden. Ja. Die hebben er zelf om gevraagd. Ja. En ja, als dat al, zeg maar, mainstream eigenlijk gedachtegoed is bij een bepaalde groep mensen in Nederland, die ook nog eens een keer een enorm platform hebben, ja. Ja. Dan begint er wel zich iets af te tekenen, wat ook tijdens de verkiezingscampagne ja. een grote rol kan gaan spelen. Want het gaat over fundamentele waarden. Nee. Maar dat is even voordat we naar die waarden gaan, want die moeten we wel even afkluiven. Ja. Jij hebt natuurlijk die uitzending niet gezien, want je had het vliegtuig. Ja. Jij hebt er wel een stukje van gezien? Dus nee, ik heb het gehoord. De Joden, dat zeggen wel, het is ook een oud mopje. Het is de schuld van de Joden, de fietsers. En dan zeggen ze, waarom de fietsers? En dat voel ik gisteren bij Johan Derks met deze opmerking. Het zijn de Joden weer. Nou, dat is altijd wel. Hij dat? Jij kent hem, neem ik aan. Nee, ik ken hem gelukkig bijna niet. Oh, je kent hem bijna niet? Nee, niet echt goed. Sportwereld. Ja, maar ik heb niet zoveel met hem te maken gehad. Ik heb hem in Argentinië nog gered zelfs. Toen hij bij het volkslied van een van de landen niet opstond. En ik sprak Spaans, werd hij van de tribune gehaald. Goed, dat terzijde. Maar hoe kijk jij naar zo'n uitspraak? Dat is een typisch duidelijk voorbeeld van antisemitisme. Het zijn de Joden, het zijn niet de Israëliërs. Plots, nu zijn we ineens de Joden. Dat is een vorm van antisemitisme. Wat heb ik daarmee? Ik bedoel, ik verdedig het, maar ik woon hier. Ja. Ik heb toch, ik bedoel, en er wonen Joden in Argentinië. Ja. Ja. En jouw kleinkinderen zijn ja. Joden. En dat wil ik ook nog even zeggen. Ik heb ook geen hekel aan Palestijnen. Ik haat Palestijnen niet. En ze hebben ook recht op een goed leven. Wel degelijk. Ja. En wat er in de Gaza. De Gaza had heel veel landbouw. Heeft havens. En mocht ze helemaal zelf besturen. In plaats dat ze. Ik weet, misschien weet je dat nog. Het was geloof ik in. Wanneer werd het 2005. Weer. 2005. Ja. Het eerste wat ze gedaan hebben is alles wat aan Israël deed denken. Dus alle synagoges, maar ook alle landbouw die er was, werd vernietigd. En er was gigantische landbouw. Ja, ze hadden zichzelf gewoon prima kunnen... En er is volgens mij door de Israëli's en door de Joden nog nooit één moskee in Israël of in dat gebied vernietigd. Maar even terug naar die gedeelde waarden die we nu niet blijken te hebben. Daar zijn natuurlijk mensen die daar al heel lang voor waarschuwen. Ja. Ik had 2-3 weken geleden had ik Jan Latte, de oud-hoofddemograaf van het CBS, ja. In de uitzending. Nou, die is ook als emeritus inmiddels hoogleraar aan de UvA hier al 20 jaar aan het waarschuwen. Hè, ja. Zwanger van segregatie heet ja. Zijn inaugurale. Ja, ja. Speech destijds als hoogleraar. Dus die zegt, ja jongens, let nou eens een beetje op. Maar we zagen net natuurlijk in het begin van de campagne, Tom, dat eindelijk Geert Wilders zijn toon een beetje aan het matigen was. Hè? Maar die wordt natuurlijk weer helemaal terug in zijn oude spoor getrokken hierdoor. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar kijk, het kan natuurlijk zijn dat sowieso een aantal partijen, met name aan de rechterkant, nu gaat opschuiven. He, dus dat daar meer eensgezindheid gaat ontstaan, omdat iedereen zich realiseert van ja, waar ik het over heb, die fundamentele Nederlandse waarden. He, kijk, je kan heel genuanceerd praten over het hele conflict. En je kan 1000 dingen zeggen die kritisch zijn over het Israëlisch ja. beleid ten aanzien van de Palestijnen. Ja. En dat is, mag ook, precies. Ja, precies. En je kan ook het lot van de Palestijnen, dat is gruwelijk. Ja. He, van de mensen die daar wonen op de Gazastrook. Dat is afschuwelijk gewoon. Maar het is een heel gecompliceerd internationaal probleem met een enorme historie van 2 groepen mensen die allebei hun verhaal daarbij hebben. Maar dat is 1. Maar het tweede is, als er dan in het weekend van die gruweldaden plaatsvinden, dan kan je het daar eigenlijk niet over hebben. Dan moet je het alleen maar hebben over wat er gebeurd is en dat je dat afkeurt. Ja. En dan moet je niet, zeg maar, ja, op dat moment ook de discussie willen voeren over al die andere hele gecompliceerde dingen die er zeker zijn en die erachter zitten. En dat vind ik een probleem. En ik denk dat als meer mensen in Nederland denken van wat gebeurt hier? Ik ben helemaal kapot van wat ik net heb gezien. Wat er allemaal gebeurt. En ik zie mensen juichend de straat op gaan. Ja. Die hier samen met ons leven. Hoe kunnen wij samenleven als we zo verschillend denken over die dingen? En dat lijkt mij een journalistiek thema. En je ziet inderdaad dat de VVD daar van nature natuurlijk een positie in heeft. Nou, Jusilkus is ook nog eens minister van Veiligheid. Dus zij heeft ook nog een titel om er wat van te vinden. En het past ook bij haar. En ze is dus ook meteen opgestaan. Ja, en dat zou electoraal gezien best wel positief voor haar kunnen uitpakken natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk heel erg inderdaad cynisch is om er zo naar te kijken. Want er ligt natuurlijk iets gruwelijks aan ten grondslag. Wat ook echt is. Wat echt gebeurt. Van den Burg heeft zich ook afkeurend geuit. Hè? Een tweet heb ik gezien. Ja, VVD, veel VVD'ers. Mark Rutte heeft natuurlijk ook meteen namens de regering een hard statement afgegeven. 100% steun. Recht op zelfverdediging. Noem maar op. Maar Ton, ik bedoel, ik heb geen enkele
hekel aan Palestijn of wat dan ook. En ik heb mijn familie in Israël. Ik heb één familie, een neefje van mij is een groot Ajax-fan. Die kijkt elke 14 dagen met Palestijnen en Joden kijken ze dan. Of Israëliërs, Joodse Israëliërs, Palestijnse Israëliërs kijken ze als vrienden naar Ajax. En dan zingen ze bij de spreker Ajax Jews. Toen Ajax daar op bezoek was en tegen Haifa speelde, is hij met zijn Palestijnse vrienden naar de wedstrijd gegaan. En zongen ze ook alle liederen. Het tragische is, als je dus in Israël bent, en als je blijkbaar ook heel veel Palestijnen vraagt, die zeggen wij zijn dolgelukkig in Israël, want in Israël hebben we het leven. En als we om ons heen kijken, welk land ook buiten Israël, is het armoe, ellende en dictatuur. En het enige land waar onze kinderen een beetje toekomst hebben, waar ze kunnen studeren, is in Israël. Het nou, dat enige niet voor Palestijnen op de Gazastrook. Nee, dus maar die wonen niet in Israël. Die wonen niet in Israël. Ja. Maar ook daar heeft Israël heeft ze vrijgelaten. Ze hebben alle mogelijkheden om daar dan, net als Israël, zich te ontwikkelen. En dat gaat dan weer de kant op van Libanon en Jordanië en Egypte. Met armoede, terreur en ellende. Maar nogmaals, misschien generaliseer ik nu iets te veel. Maar ik gun de mensen in de Gaza een gelukkig leven. En in vrede met Israël, met open grenzen. Dat je naar elkaar met elkaar lief en leed deelt. Waarom niet? Dat is toch ook de verhaallijn die Abu Talib zou moeten volgen. Van jongens, terreur moet iedereen veroordelen. Ja. En iemand die terreur niet veroordeelt, die hoort niet in Nederland thuis. Nee, ja. En dan zou je best nog wel een komma kunnen zetten. Ja. En iets kunnen zeggen. Hè? Dylan, Jezilke zegt de hele tijd, ik wil nu geen komma zetten. Ik wil een punt zetten. Ja. Ik veroordeel. Nee, ik vind dat in zo'n weekend dat dit gebeurt, kan je niet zeg maar het genuanceerde verhaal erachter gaan vertellen. Je moet dan heel duidelijk zijn in wat je vindt. Ja. Met name dat andere mensen die in dit land wonen de straat op gaan om dit te vieren. En dan moet je duidelijk maken waar je staat. Je viert verkrachtingen. Ja, en dus dat waardeconflict wat zich nu aftekent, dat zou de komende maanden een hele grote rol kunnen gaan spelen. Als het voort gaat duren en daar laten zich wel naar aanzien. Ja, dan zal het afhangen van, kijk, als de Israëli's de hele Gazastrook plat bombarderen. En ze zijn al een beetje op weg, hè? Dan kan het sentiment ook omslaan. Hè? Dus dan zou, zeg maar, wat misschien nu nog een hoop mensen goed vinden. Wat vind jij dat Israël in Gaza moet doen, Tom? Elk land heeft het recht om hard terug te slaan als burgers op deze manier worden vermoord. Ja. Onschuldige, weerloze burgers die gewoon standrechtelijk worden geëxecuteerd, onthoofd. Ja. Filmpjes op Facebook geplaatst van gruwelijke moorden. Verkracht. 62 jongeren die een feest aan het vieren zijn om het leven te brengen. Als je als land dan niet zou mogen terugslaan of daar niks tegen zou mogen doen of niet. Ja, dat is ondenkbaar natuurlijk. Ja. Je moet je burgers beschermen hiertegen. Ja. En ze moeten ook nu het signaal afgeven. Maar om de hele Gazastrook plat te bombarderen, ja, dat is natuurlijk super heftig. Want dan worden er weer. Klopt. Ik begrijp dat dilemma. En dat zeg ik ook. Want mijn neef in Israël is mijn eikpunt en mijn baken vaak. Dan bel ik hem. Zit hij? Nee, natuurlijk moeten we niet plat bombarderen. Maar we moeten wel iets doen. Maar ik wil even terug naar Nederland. Ja. Er stond vanochtend een stuk in de Telegraaf. Ja. Waar allerlei mensen uit het onderwijs aan het woord kwamen. En letterlijk citaat, het conflict in het Midden-Oosten met alle felle retoriek van dien is al een hele tijd geleden geïmporteerd naar Nederlandse scholen. Nou, dat is geen nieuws, hè, dat die Holocaust-ontkenners daar in de klas zitten. Dan denk ik toch even terug aan mijn lieve verhuizers, Ahmed en Ismail. Die hebben waarschijnlijk misschien in Den Haag ooit 2 jaartjes VMBO gehad zonder geschiedenisonderwijs. Die kijken niet naar Nederlandse televisie, die luisteren geen Nederlandse podcast, die kijken andere zenders. Die hebben gewoon een heel ander wereldbeeld. Ja, hoe krijg je die? Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Ik ben 3 jaar geleden gevraagd om de kinderherdenking aan Madurodam te mogen leiden. Ben ik met mijn kleinzoon gegaan, de Barbara's oudste zoon. En ik had hem uitgelegd, hij nam een vriendje mee, ik had hem uitgelegd wat we daar gingen doen. Hij was toen 9, denk ik. En we hebben samen, en daar zaten ongeveer 1000 kinderen, had Madurodam georganiseerd. En die wilden er eigenlijk een nationale herdenking van maken, die live op televisie worden uitgezonden. Daar zat ik dus met 1000 kinderen en 100 nationaliteiten. En toen heb ik geprobeerd uit te leggen wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Ik zei, mag ik alle kinderen met een bril vragen om op te staan? Nou, kinderen met een bril stonden op. Ik zeg, nou, in de Tweede Wereldoorlog was het niet een bril, maar was het omdat je Joods was. Maar voor hetzelfde hadden ze kunnen zeggen, alle kinderen met een bril, die deugen niet of die zijn niet goed genoeg voor dit land, die schieten we dood. Hoe zou je dat vinden? Oh nee, ik zeg nou. Zo gingen dus ook mensen die Joods waren, die niets gedaan hadden, die zelfs heel arm waren, die moesten opstaan en die werden doodgeschoten. En zou je in zo'n land willen leven? Nee. Dus zullen we dan met elkaar proberen om
met elkaar vrij te laten, elkaar te laten leven. En ik merkte dat die kinderen, ik heb daar ruim aan en steeds ook gezegd na elke 10 minuten, begrijp je dit nog? Stel vragen. 1,5 uur met die kinderen. En dat gaf me zoveel inspiratie. Nou, waar alle kinderen met hoofddoekjes, islamitische kinderen allemaal. Ik zeg, jullie zijn hier vrij. Nee, wij zijn een land waar we met elkaar in discussie gaan en niet met elkaar in gevecht gaan. Gun elkaar het leven, gun elkaar de vrijheid en luister naar elkaar. En ik heb altijd toch hoop, maar daarom wil ik ook dit zeggen. Het begint dus met onderwijs. En ik ben er sterk voor dat de kinderen in Midden- en Noord-Nederland verplicht, en dat moet elke lokale of centrale overheid maar regelen, 1 dag naar Westerbork gaan of 1 dag naar Kamp Vught. En daar voorgelegd worden, wat doet het met je als je mensen uitsluit en wat doet een oorlog met je? En ik vind dat alle kinderen op de lagere school, voor ze naar de middelbare school, welke school dan ook gaan, minimaal of 1 dag in Westerbork of 1 dag in Vught geweest moeten zijn. En dat vind ik een plicht van de Nederlandse samenleving. Maar zouden ook niet die Nederlandse kinderen iets meer moeten leren dan over hoe de mensen in Gaza leven? Nou, maar goed, dat is vandaag de dag. Dat lezen ze heus. Maar dat moesten ze. Dat hoort er ook bij. Ja. Dat hoort er ook bij, ja. En dat je inderdaad ook. Maar goed, ik. Dit is zeg maar de aanpak van burgemeester Cohen in Amsterdam. Hè. Die werd verweten dat hij thee ging drinken met de moslimgemeenschap. Dus thee drinken, praten, dialoog. Maar moet je niet vaststellen dat als er in 2023 zulke gruwelijkheden worden gepleegd in Israël. Ja. Gaan in Nederland mensen de straat op die gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting die hier is, om dat te vieren. Ja, verschrikkelijk. Dan ben je toch ook op een bepaald niveau uitgepraat. Nee, maar we hadden net Marjans ook, kinderen weten niet meer eens wat de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. En ik denk dat als je in Nederland woont, hoort dat bij je geschiedenisopleiding. En ik weet ook dat leraren hebben het niet makkelijk of leraressen. Kennisgebrek, maar het is ook wat jij vandaag al twitterde, Ton. Ze hebben gewoon een ander paradigma. Ik bedoel, die alles met Arabische wortels wat in Nederland loopt. Die kijken Al Jazeera, weet ik wel wat ze kijken. Nee, maar daarom zei ze, moeten alle leerlingen verplicht naar Westerbork of naar Kamp Vught gaan. Ja. En daar voorlichting, een dag voorlichting krijgen van goed onderwijzend personeel. Ton, even terug naar Dylan Jezilgus toch, want het intrigeert mij toch. Ik geloof dat, ik heb het niet helemaal nagezocht, maar ik papagaai even na hier, want daar ben ik van. Meestal als er een premier dan aan het einde van zijn loopbaan is gekomen, dan verliest zo'n partij vervolgens, hè? Is Jezilgus, ik vond haar ineens heel geloofwaardig in haar rol als staatsvrouw die ze nu heeft aangenomen. Denk jij dat gaat zij een soort moeder des vaderlands kunnen worden, nu al? Ja, dat kan, maar ik denk dat het zo open ligt op dit moment nog in Nederland, in de Nederlandse verhouding. Het is nog nooit zo open geweest. Dus je ziet wel, als je nu naar de peilingen kijkt, zie je wel zeg maar wie het goed doet. Maar dat geeft meer het sentiment aan dan dat het de werkelijke uitslag voorspelt. Dus er komen zo meteen debatten. Er gaan dus dingen gebeuren rondom Israël. Misschien komt er een enorme discussie op gang over die waardeclash waar ik het net over had. En dan zullen mensen een positie moeten kiezen. En dan kan het ook zijn dat als ze 1 of 2 fouten maakt, dat het weer heel hard naar beneden gaat. En als Frans Timmermans het toevallig heel erg goed doet in een bepaald debat, dan kan het ook zijn dat mensen opeens massaal die kant op gaan, omdat ze denken, ja, dat is de man die ons moet gaan leiden. En dan hebben we nog het grote vraagteken Omtzigt. Ja, hoe gaat die het doen? Hij staat nu heel hoog in de peilingen, maar ook daarvoor geldt, dat kan ook zomaar de andere kant op. Dus het is zo volatiel, om het met een mooi woord te zeggen, dat echte voorspelling nog niet mogelijk is. Maar Jezilgus is wel een zeer behendige politica. Maar nee, wacht even. Ik vind dat je er daarmee te negatief benadert. Ik vind dat ze redelijk uit haar hart spreekt. En ze geeft ook wel toe. God, ja, dat heb ik misschien fout gezien. Dat is het leuke aan haar. Ze komt nog redelijk als. Ze is meer mens dan politica af en toe, vind ik. Jij denkt niet dat ze wel echt een politica is? Nee. Ja, natuurlijk is ze politica. Maar ik vind wel dat ze. Af en toe zegt ze ook, ja, misschien had ik dat anders moeten doen. Misschien heb ik dat. Ik vind dat ze nog redelijk spontaan reageert voor een politicus. Maar wat je wel ziet, is, zij was tot nu toe nog onzichtbaar. Ze had geen reden om zich al in de campagne te mengen. Want VVD stond redelijk goed in de peilingen. Hij zit er ook al bij, gewoon WNL op zondag of zo, zit toch al in programma's geweest? Jawel, maar nog, ze zat nog niet vol in de campagnemodus volgens mij. Nu, sinds dit weekend, zij is de woordvoerder. Hè? Niet Mark Rutte, maar zij. Ja. Is de woordvoerder. Dus ze is die rol al aan het aannemen van toch een beetje moeder des vaderlands. En dat is, daar zit natuurlijk wel een strategie achter van de VVD. Dan kan zij nog wel steeds spontaan zijn. Ja, ik natuurlijk zit er een strategie achter, maar ik denk ook dat het wel. We moeten dus niet het strategie belangrijk. Ik denk ook wel dat zij het is wat je ziet. Wat je ziet is wat you get. Ja. Ik denk what you get is what you see.
Ja, ik denk wel dat zij inderdaad is wat je ziet. En zij, als je haar vergelijkt bijvoorbeeld met een politicus als Wopke Hoekstra. Ja, waar wel geluid uitkomt, maar je nooit weet wat hij nou gezegd heeft. Nee, dat is een acteur. Ja, nou ja, in ieder geval, dat is iemand die niet in staat is om enige emotie over te brengen. Of mensen aan zich te binden in dat opzicht. Dat kan zij heel erg goed. Maar bij de VVD is natuurlijk wel heel veel strategie. Hè. Daar wordt wel heel erg goed nagedacht over campagnes. Ja. En ja. Hoe je dat moet doen. En waar je zichtbaar moet zijn en waar je je mond moet dicht houden. Ja. En kijk, als zeg maar de aanpak van Israël verder wordt opgevoerd en daar nog meer gruwelijke beelden vandaan gaan komen. En het conflict internationaal gaat uitbreiden. En het wordt echt het thema ook in Nederland. Ja, dan kan het zijn dat aan de rechterkant partijen naar elkaar toegedreven worden. Die zich daar allemaal vinden op een Israël standpunt. En als die emoties maar hoog genoeg oplopen, ook in de Nederlandse samenleving. Ja, dan zal zich dat gaan vertalen in de politiek. En dan zal het makkelijker worden voor die partijen die het daarop eens zijn met elkaar. Ja. Om naar elkaar toe te trekken en te denken, jongens, misschien moeten wij dit land maar gaan regeren. Want dit kan niet wat er aan de andere kant gebeurt. Nou ja, en dat is nog ervan uitgaan dat er in Nederland niks gebeurt. Maar wij wonen hier gewoon in een land waar Theo van Gogh met een mes in zijn buik op straat lag. En Pim Fortuyn is vermoord. Dus laten we niet naïef zijn. Twee politieke woorden gehad. Ja, gisteren is de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar geweest. Ja. Van het land. En er is inderdaad vastgesteld dat Joodse gebouwen en mensen gevaar lopen. Of de synagoges, nou noem maar op, Joodse instellingen. En dat die wellicht extra beveiligd moeten gaan worden of in de gaten gehouden worden. Stel je voor dat er in Nederland inderdaad een aanslag gaat plaatsvinden. Dat kan ook de verkiezingen totaal... Of rellen, hè? Rellen in de Schilderswijk. Ja, we hebben Schilderswijk-rellen gehad waar het gewoon echt oorlog was. Hè? Waar nog steeds politiemensen getraumatiseerd zijn. Maar ook cameramensen die daar rondliepen overigens. En bij aanslagen zijn wij gelukkig altijd het uitverkoren volk, de Joden. Ja, kan dus ik wel stellen. Wij zijn echt wat uitgevoerd. Ik was in Argentinië. Daar is een van de grootste aanslagen op een synagoge gepleegd. Hè? Ja. In eind jaren 80, begin jaren 90. Waar ik even naartoe wil, want ik zie, dat kan jij niet zien, Tom. Maar ik zie dat Frits om de havenklap door op één gebeld wordt. Dus ze willen ook dat jij vanavond komt. Dan hebben wij jou eerst. Dus we moeten even naar een afronding. Maar ik wil nog eventjes naar de rol van de media. Jullie zijn allebei grote mannen van de media. Ja. Ik zag een tweet van Andries Knevel, die prees geen stijl de hemel in werkelijk. Ja. Spelen onze media een goede rol tot nu toe? Dat kan jij niet zo goed beoordelen. Ik was onderweg, maar Tom? Nou ja, kijk, ik heb het hele weekend gekeken naar de BBC en naar CNN en naar Al Jazeera. Om ook een beetje een tegenwicht te krijgen of de andere kant van het verhaal. Ja, ik zit dan aan de buis gekluisterd. En ik vind het eigenlijk absurd dat een land als Nederland... met zulke potenties die wij ook hebben internationaal, dat wij niet dan ook de zender opengooien en gewoon de hele dag nieuws uitzenden over deze situatie. Absurd. Dus dan, ik vind dat Nederlandse media het in dat opzicht hebben laten afweten. Want ik vind dit zo groot, dat je daar eigenlijk gewoon een zender voor moet opengooien. En dat dat niet gebeurd is. Ja, dat vind ik een verkeerde afweging. Heb je op één weer? Ja. Ik ben even in een uitzending. Ik bel je zo terug. Is dat goed? Oké. Okay. En ze willen je echt heel graag hebben vanavond. Ja, dat vind je het gek. Maar hebben wij die resources niet meer? Lopen er gewoon ook geen journalisten meer rond die daar naartoe kunnen? Misschien, maar ik denk dat het vooral een mindset is. Dus dat er, dat zeg maar, de journalisten... die en dat, je hebt toch, hoe heet het, RTL Nieuws, RTL 7. Of RTL Nieuws. RTL Z. RTL Z. Brengen die ook niet de hele dag dit? Of dat, dat die de hele dag bulletins uitzenden waar die reportages worden herhaald. Maar zeg maar, wat je natuurlijk... En dat is ook heel moeilijk en kostbaar. Maar ik denk toch dat Nederland daartoe in staat is. En dat we eigenlijk die keuze wel hadden moeten maken. Ja. Of in ieder geval waar alles waar een round-up wordt gemaakt van het hele verhaal. Maar nu ben je afhankelijk van programma's op één, waar jij dan weer voor gevraagd wordt. Er zitten redacteuren die normaal gesproken ook entertainment onderwerpen doen en zo. Zit je daar weer met woorden? Ja, maar dat vind ik op zich. Ik heb zelf een talkshow. Ik zeg altijd, die balans moet je durven maken. Dat is op zich is dat niet zo erg. Een krant heeft ook niet alleen maar slecht nieuws. Nee. Sportpagina heeft ook recht om zijn sportverhalen te zeggen. Maar het grappige is, ik kom dus net uit Argentinië.
En daar, ik zat dus te zappen te kijken. En daar heb ik een zender gehad die alleen stuk door alleen maar het over Israël had. En belde met Argentijnen die in de kibbutz woonden. Argentijnen, weet u nog iemand? Ja, ik zal wel zorgen. Het idee dat het op een zo goede manier, daar zaten twee mensen in de studio. Ik was s'avonds om 10 uur terug in het hotel. Ik heb tot 2 uur 's nachts aan één stuk door gekeken. Wij zijn natuurlijk ook, jullie en ik dan half, mediamakers van misschien ook wel een andere generatie. Ik bedoel, die Natasha Gibbs, die zat toen toch ook in Op 1 als presentator. Ja, ja. Met Gert-Jan Segers toen. Ja. Hè? Maar dan zie je, zij is gewoon van een biculturele jonge generatie. Ja. Opgegroeid in de straten met Ahmed en Ismail, die wel een andere mening hebben. Dus zij zit ook vanuit dat andere paradigma media te maken. Gewoon op Radio 1 en bij Op 1. Hè? En ergens is dat ook goed. De samenleving verandert. Maar dat had goed. Alleen de scheidslijn is gewoon, er is een verschil tussen goed en kwaad. Ja. En je kan heel lang praten met elkaar en hele mooie plannen maken. Maar er is een verschil tussen goed en kwaad. Maar uiteindelijk is er. En kwaad bestaat echt. En ik denk dat Frits heeft dat meegemaakt in zijn journalistieke carrière. Ja, ik ook. Nou. En als je dat weet, dat kwaad echt bestaat en dat daar ook niet mee te praten valt en dat daar geen dialoog mee mogelijk is, dan begin je misschien wat anders te kijken naar dit soort dingen. En dat is het gewoon. Kijk, het is ook een vorm van naïviteit om te denken dat je. Ja. En tegelijkertijd moet je je ogen ook openen voor het lot van de Palestijnen op de Gaza, want dat is verschrikkelijk. Denk je dat ze jou vanavond tegenover Abu Talib zetten? Nee, en ik heb gevraagd, ze allemaal eerder gevraagd, want ik zou dus gevraagd worden voor mijn onderscheiding in Argentinië. Toen heb ik gezegd, ik denk dat ik zo moe ben. Dinsdagavond mag het naar de woensdag. Want ik bedoel, ik ben nu nog redelijk fit, maar je weet het na een jetlag, dat je pas in de late avond krijg je de klap. En dan moet ik nog wel fit zijn. Maar ik weet niet wat ze willen. Misschien willen ze wel dat ik vanavond. Ik heb geen idee. Maar als jij nu nog een talkshow had, wie had je er dan vanavond in? Ja, dan zou ik zeker Abu Talib hebben uitgenodigd. Ja, zeker. En hem desnoods gaan halen als je niet kwam? Dan hadden wij Wacht U voor de Hond, dan had ik voor zijn deur gestaan, ja. Want jij vindt wel dat hij verantwoording af moet leggen. Ja, ik vond hem een goede, prettige man, goede burgemeester. En ik snap hem dus niet. En ik wil ook niet meteen. Maar ik had hem dan in de uitzending willen hebben, ja. En dan had ik nog een andere burgemeester die zich heel duidelijk wel voor heeft uitgesproken. En dan Jan en Henk en ik. En dan ook, alsjeblieft niet 8 man aan tafel. En dan maar de gewetensvraag. Je bent Abu Talib en je krijgt het advies van, luister, als jij die vlag ophangt. Ja. De kans groot dat er de komende weken de hele stad wordt afgebroken. Ja. En voor miljoenen en miljoenen en miljoenen schade krijgt. Maar sterker nog, dat er een reëel risico is op ernstige gewonden of misschien erger. Ja. Wat doe je dan? Nou ja, dan ga ik aan hem. Maar goed, dan zeg je dus ook, als Feyenoord vanavond verliest, die wedstrijd om het kampioenschap, kunnen wel eens grote rellen ontstaan op de Coolsingel. Dus moeten wij dan maar regelen dat Feyenoord wint vanavond? Kom op dan. Wie zwicht voor terreur, is alleen maar erger te keren. Ja. Dus jullie vinden, ongeacht de consequenties, moet je in een land als Nederland die vlag gewoon ophangen? Ongeacht de consequenties. Ja, ik vind dat je zwicht dus voor. Ja, als je dus zwicht voor terreur, hoe is dat die prachtige uitspraak ook weer? Voor tirannen, een volk dat voor tirannen zwicht. Je mag nooit zwichten voor terreur. Dat is gebeurd een paar keer. En je ziet wat de gevolgen zijn. Ik vind dat je niet moet zwichten voor terreur. Ik vind ik die vlag ophangen ben ik genuanceerder over. Want ik vond dat ook met Oekraïne al niet goed idee. Ik vind dat gewoon een slag. Nee, maar als je dus met de Oekraïne. De burgers. En dat, daarom zeg ik steeds, bij de Oekraïne heb je hem ook opgehangen. Ja, was ik ook niet voor. Ook dat Zelensky in de Tweede Kamer. Nou ja, goed. Ja, ik was daar niet voor. Maar goed, was ik ook misschien een uitbijter. Nou kom, we hebben Oekraïense meisjes in huis gehad. 8 die arme kinderen. We hebben Barbara. En ik volg dat conflict dus omdat ik er toch door Derek Sauer en de Moscow Times bij betrokken ben. Maar ja, ook daar ging het om. Je staat achter de onschuldige burgers. Een vlag, precies. Bij een vlag zit je achter een regime. Ja, ik denk dat wat je ziet is dat we de afgelopen jaren is de overheid steeds minder neutraler geworden. Hè? Dus de overheid is van nature neutraal. Maar we zien de regenboogvlag overal opduiken bij overheidsgebouwen. Ja. Noem maar op. Hartstikke goed hoor. Maar dan inderdaad Oekraïne. Ja, en dan verwachten mensen ook in zo'n situatie een vlag. En dan wordt het opeens een discussie. Ja. Dus je moet je vragen of gewoon überhaupt met die vlaggen. Er is altijd wel een groep die. Nee, het geeft ook steun. Zo'n regenboogvlag geeft toch ontzettend steun. Ik bedoel, laten we wel zijn. Homo's hebben het niet makkelijk gehad de afgelopen decennia. Dus als ze dan die vlag zien hangen, geeft dat ontzettende steun aan mensen die toch al zo moeten vechten voor hun. Ja, hun zijn zoals ze zijn. Ja. Maar jij vindt dus dat Abu Talib de witte vlag gehezen heeft? Ja. 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 En ik zou graag willen, dan kun je met alle argumenten komen, veiligheid. Hij last ook geen wedstrijd van Feyenoord af als er rellen dreigen na de wedstrijd. Dit kan aanslagen uitlokken op Nederlandse belangen en weet ik veel wat.
moet je het dan nog steeds doen? Of is het dan toch wijsheid om te zeggen, laten we proberen te deescaleren? Hoe bedoel je dit kan aanslagen? Stel dat hij informatie heeft van, luister, als jij die vlag ophangt, kan het zo uit de hand lopen, de gemoederen zijn zo verhit, dat je dan niet moet uitsluiten dat er aanslagen worden gepleegd, bijvoorbeeld op een synagoge in Nederland of wat dan ook. En dan maakt Abu Talib misschien de afweging van, weet je wat, ik hang die vlag niet op om te voorkomen dat misschien er een aanslag op die synagoge plaatsvindt. Ton, ik ga de vergelijking niet maken, maar mijn ouders moesten zich melden, want anders zouden hun grootouders ook gepakt worden. Ik bedoel, dan is het einde zoek als je voor dit soort dingen zwicht. Je zwicht dus voor terreur, punt. Je zwicht voor terreur. En ik dacht dat wij een democratie hadden waar we alles in overleg deden, waar iedereen het recht heeft om te demonstreren, maar wel met respect voor de tegenpartij. En ik begrijp de dilemma, maar het eerste wat leven wij in een democratie en we leven niet in een dictatuur. En we laten ons niet. Maar goed, we worden nu blijkbaar geregeerd door terreur. Wat vind jij nou dat Abu Talib moet doen? Nou ja, ik probeer alleen maar aan te geven. Ik vind het een hele ingewikkelde afweging. Kijk, nee, is het ook. Nee, maar als journalist of als opiniemaker of wat dan ook. Is het heel verleidelijk om te zeggen, je moet die vlag ophangen. Want dat, ik snap dat principe. Alleen, ik denk als je bestuurlijk eindverantwoordelijk bent, kan ik me toch voorstellen dat als je serieuze informatie hebt, dat zoiets tot vreselijke dingen kan gaan leiden, dat je dan toch denkt van, ja, dat symbool van die vlag is voor mij dan op dat moment even ondergeschikt aan het concrete belang van het voorkomen van hele erge dingen in Nederland. Dus, maar ik ben het wel met je eens. Dan zou je dus moeten zeggen, ik veroordeel de aanval van de Palestijnen op de Israëlische samenleving. Ik leef mee met de Israëlische samenleving, met de Israëlische slachtoffers. Ik veroordeel hem onvoorwaardelijk, maar gezien de mogelijke rellen die er komen, wil ik in dit geval even geen Israëlische vlag ophangen, maar ik veroordeel het wel. Nee, maar, dat heb ik ook niet horen zeggen. Maar kijk, Rotterdam is natuurlijk een soort micro-samenleving waarbij diezelfde sentimenten, zeg maar, pro-Israël, pro-Palestina en redelijk extreem allemaal aanwezig zijn. En dat kan zomaar tot een enorme explosie komen. Maar ik ben het wel met je eens. Kijk, als mensen met een Palestijnse vlag in Nederland op straat kunnen protesteren in het weekend dat dit gebeurt, en daar ook nog eens een keer dat kunnen vieren. Want het was niet alleen maar protesteren met een vlag zwaaien, maar echt het celebration van wat daar gebeurt. Ja. Ja, dan vind ik dat er ook een Israëlische vlag op het stadhuis moet kunnen hangen. En als dat niet meer kan, dan is het helemaal uit het lood. En dan is onze vrijheid van meningsuiting een vehikel geworden voor mensen die onze waarden niet delen. Zelfs die waarden niet van vrijheid van meningsuiting, als het erop aankomt, om toch hun ding te kunnen doen. En dat is natuurlijk buitengewoon vreemd. Dus ze zijn zelf inherent intolerant ten opzichte van andersdenkenden. Maar ze claimen wel de vrijheid die onze samenleving heeft. En dat begint enorm te wringen. Ja. Dus, terugkomend ook naar de verkiezingen. Ik denk dat... Ik vind dat een mooi slotwoord, Tom. Ja. Eigenlijk. Daarop hou ik. Ja. Ben je het met me eens, Marjan? Ik ben het met je eens. Ja. En dit was een hele bijzondere... Wijze woorden, Tom. De eerste aflevering van Dwars door de campagne, waar het eigenlijk niet zozeer over de campagne ging, maar wel over wat de campagne kan gaan beïnvloeden. Maar ik denk wel dat wij de komende weken toch een heel andere podcastserie gaan maken dan wij gepland hadden toen. Want de wereld is gewoon wel echt veranderd. Zeker. En dat gaan we de komende dagen en weken goed in de gaten houden. De wereld heeft behoefte aan debat. Aan een zinnig debat. Zinnig debat. Een zinnig debat. Een uitwisseling van meningen. Leveren. Dus ik wens jullie veel succes. Ik zet mijn bus voor het stadhuis van Rotterdam. En ik rust niet voordat Abu Talib op jouw stoel zit. Laten we dat doen. Ik meenemen, want dan heb je echt een terrier aan boord. Ja, maar sowieso. Ik rij eventjes dan eerst. Ik weet nu waar jouw huisje woont. Dus ik rij eerst langs jouw huis. En we gaan samen naar Abu Talib toe. Dat lijkt me een goed idee. En doe hem de groeten. Dankjewel. En ik hoop dat we jou vanavond misschien ook nog wel zien doen op 1. Maar voor die tijd kunnen mensen dan al kijken naar de eerste aflevering van Dwars door de campagne. En we zijn er als alles goed gaat donderdag alweer. Dankjewel allemaal. En ook voor het kijken en het luisteren.